Annelies van Loek, we zijn hier vandaag in Leuven. Jullie hebben met Comtech een oefenmatch gespeeld hier vandaag. Hoe loopt het voor jullie in de voorbereiding? We hebben momenteel eigenlijk wel al 3 keer verloren en maar 1 keer gewonnen. Mm-hmm. Maar eigenlijk al bij al loopt het wel goed. Want uiteindelijk de match dat we verliezen, zijn eigenlijk ja, de kansen, allee, de goals dat ze maken zijn de enige kansen dat ze krijgen. En wij missen eigenlijk de afwerking Mos is momenteel nog niet top. Ja, maar het is, dus, het is wel voorbereiding, hè? Ja, het is dat. Dus als onze spitsen klaar zijn in het begin van het seizoen, is alles in orde voor mij. Ja, ja. Wat hoop je voor het seizoen met Comtech in die eerste klasse? In de eerste klasse, ja. Uiteindelijk hebben we een goede ploeg en als alles draait, denk ik wel dat we heel stevig staan. En dan denk ik toch wel dat een top 3 plaats zeker haalbaar is. Ja. We hebben ook gezien of gehoord dat jij dit jaar begint met Halle Hoijk in het voetbal als keeper. Ja. Heb je dan geen ambitie om hier in de grote goal te staan? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heb ik wel de ambitie om Silke eruit te spelen en zelf eerste keeper te worden bij Comtech. Ja. Nee. Ik probeer het te combineren gewoon. Op veld speel ik veel liever bak. Ja. En dat is al ook al gemerkt dat ik veel liever in de goal sta. Dat is ook iets dat ik altijd al graag heb gedaan, maar nooit heb kunnen combineren met het, het kunnen combineren met veldvoetbal. Ja. Dus nu was het eigenlijk het ideale moment om die combinatie te maken, aangezien het ook nog maar 1 keer trainen is in de week. Ja, dus voor momenteel nog perfect te combineren. En dat is een nieuwe ploeg in Halle Hoijk? Ja, dat is een volledig nieuwe ploeg in Halle Hoijk, omdat er eigenlijk voor het vrouwenvoetbal te promoten, verwachten ze eigenlijk de allereerste klassers van de mannen eigenlijk tegen volgend jaar een vrouwenploeg hebben. Mm-hmm. En in plaats van daarmee volgend jaar pas te beginnen, willen ze dit jaar eigenlijk al een beetje trainen, automatisme kweken. Ja. Eventueel een paar oefenwedstrijden spelen, mini-competitie eventueel al. Ja. Om eigenlijk zo eigenlijk voorbereid te zijn voor volgend seizoen. Ja. En dan gaat die competitie echt van start? Normaal gezien gaat volgend jaar de competitie van start. Normaal gezien was het nog een project van binnen 2 jaar. Maar omdat er eigenlijk al zoveel vorderingen zijn gemaakt, bestaat die kans eigenlijk al dat het volgend seizoen begint. Ja, ja. Oké. Ik dank je en ik wens je veel succes bij beide ploegen. Dank je wel. Dank je.